Dat is prima, ja, dat moet ook vooral gebeuren. Goedemorgen. Graafse Roderick, hoe voelt u zich vanmorgen? Ik voel me vanmorgen, net als de vorige dagen, een beetje brak. Nee. En ik weet niet of het komt van het hoesten vannacht of van het harde werken gisteren, maar langzamerhand met een paar koppen koffie komt de motor wel weer op gang en dan gaan we gewoon maar weer aan de slag. Gaat het goed komen? Het komt altijd goed. Aan het einde van de dag lig ik altijd weer gewoon in bed en doe ik mijn ogen dicht, dus daar ga ik vandaag ook vanuit. Ja, de pinguïns te kijken, hè? Dat hebben wij gehoord. Dat is het nadeel als je alles op de Twitter zet, ja. Ik heb die, hoe heet het, dat was de mars van de pinguïns en dat werd gepresenteerd door Urbanus. Ik zit de hele tijd te kijken naar de pinguïn die zijn ei van de moeder overgaat naar de, ik denk, wat is dat, een rare stem. En in één keer hoor ik, ja, dat is Urbanus. Maar ik moest niet lachen of niks, hè? Maar het was, dat was wel leuk. Ik denk, toen ik die pinguïn zag in die ijzige kou daar met min 50, toen dacht ik, ja, ik moet ook niet zeuren ook. Dus dat is mijn update van vanochtend.